Ja, dat maakt wel dat je best wel vroeg wakker bent. Zo, ja, dat is wel echt vroeg. Ja, man. Deze man, even serieus. Ga weg, hè. Brahim, heel echte mannen, positiviteit, activiteit, negativiteit, geen tijd voor, heel wegen door, Brain Vlogs. Jawel, jawel, jawel mensen, daar zijn we weer. Hele goede morgen, deze hele speciale dag. Het is vroeg, het is kwart over 7. Ik ben al langer op, want we moesten de cameraman eerst even ophalen. Maar vandaag jongens, staat er iets leuks op het programma. En dan denk je, ja, wat is het? Nou, dan ga ik je even eventjes vertellen. Sowieso begin eerst eventjes te abonneren. Begin even op het belletje te drukken. Daar moet je al sowieso mee starten. En dank jullie wel dat jullie op mijn kanaal hebben geklikt. Maar vandaag gaan wij een dagje mee met Ricardo van Rijn. En Ricardo van Rijn, zoals jullie weten, die voetbalt op dit moment bij AZ. Ja, en we gaan even een beetje vragen hoe dat allemaal gaat. Nou, het bekende weg. En hij denkt eigenlijk dat wij hem een dagje gaan volgen. Maar, dames en heren, er zit een ander jongen gras. Jazeker, Ricardo. Dat wist je niet, hè, jongen? Nee. Maar na dit video weet je dat wel. We gaan een prank met Ricardo uithalen. Ga kijken, geniet ervan. En als jij nog meer van dit soort filmpjes wil zien, laat hem gewoon even weten. Zet het even in de comment. Maar Ricardo, vriend, jij weet niet wat jij mee gaat maken vandaag, vriend. Rika, here we come! Rot opbouwen! Nee! Even zijn er. Goedemorgen allemaal. Als het goed gaat. Ja, rustig man. Lekker vroeg, hè? Ja man. Lekker. Hoe gaat ie nou? Goed. Je ziet er echt fris uit. Ja, ik heb me echt een lekkie gezet voor speciaal voor jullie. Kijk in die oogjes, joh. Ah, dat gaat wel, hè? Gaat wel, hè? Ricardo, hier zit er dan, joh. Ja, lekker op tijd. Ja, 9 uur moeten we zo meteen aan het ontbijt zitten bij AZ. Altijd. 9 uur al? 9 uur. En dan moet je echt gezamenlijk ontbijten? Gezamenlijk ontbijten, inderdaad. En dan, ja, van daaruit start de dag eigenlijk. Dus, scheelt je ook weer geld? Het scheelt geld, het scheelt moeite en het is alleen een kwestie van opstaan en de auto instappen eigenlijk. Ja. Dus. En hoe belangrijk is een goed ontbijt voor een voetballer? Ja, eigenlijk het belangrijkste maal van de dag. Het is natuurlijk de enige maaltijd die je eet voor een training. Dus ja goed, dat is na je slaap denk ik de belangrijkste punt voor een training. Ja goed, dat wordt allemaal heel goed verzorgd. Of het nou bij AZ is of ja, bij je thuis. Ja, het is altijd zorgen. Ja, dat je gezond ontbijt natuurlijk met en fruit en misschien een beetje zuivel en natuurlijk je normale boterhammen. Ja, ben je makkelijke eter 's ochtends? Of? Ja hoor, ja, ik kan meestal wel behoorlijk wat op, dus wat dat betreft word ik ook vaak wel wat uitgelachen op de club dat ze denken van dat ik voor 2 eet. Maar dus en wie ben jullie een beetje de lastige eter dat je denkt van? Matseuntjes is wel een lastig eten, ja. Dat is gewoon broodje kaas en? Ja, broodje kaas of een crackertje met kaas en ja, dat is hetgene wat hij nodig heeft, dus ja, dat is uiteindelijk wel het belangrijkste natuurlijk. Ook binnenkort een kleine erbij? Ja, binnenkort verwachten we een kleintje, ja. Een kleine Ricardo. Hoe lang nog ongeveer? Ja, het zou binnen nu en 4 weken zou het moeten en kunnen gebeuren. Dus, Oké, dus nu kriebelt het al een beetje. Ja, zeker. Ja, we zijn er klaar voor. Dus, ja, goed, nee, je vrouw is er klaar voor. Mijn vrouw is er klaar voor. Ik ben er klaar om te steunen in ieder geval. Zit er iets in je hoofd dat je denkt, ja, voetbalster, mogen we weten wat het is? Of? Het is een jongen. Ja, oké. Ah, goed gedaan, vriend. Ja, goed uitgekozen. Goed gemikt. Nou, ik denk dat we snel moeten gaan opschieten. Ja. En dan gaan we knallen. Ik heb er heel veel zin in. Ik ook. En ik vind het echt super tof dat ik een dagje mee mag doen. Ja, graag gedaan, man. Dat is hartstikke leuk. Laten we gaan. Yes. Zitten we dan, Rika? Zegt u tegen allemaal landgenoten die hier willen meedoen? U zegt tegen hen, u hoort hier niet thuis. Ik zeg tegen die mensen, u hoort hier wel thuis en ik zal er altijd vervechten dat u kan meedoen. U soort mensen, Nederland, dat de PVV zegt, grenzen. Ik wist niet dat je grappig was in de ochtend. Ja, soms. Ik leer van de meeste. Ja. Maar je bent aardig aan doorkarren, vriend. Ja, 7:10 nu. Moet om 9:00 moet ik aan tafel zitten. Dus we zijn wel op tijd vertrokken, maar... Nou, het had iets eerder gekund. Maar klopt een beetje de vooroordeel over Antillianen? In het begin van het debat over die aanslag. Dat mooie kinderen maken? Ja. Ja, dat klopt wel. Dat hoop ik in ieder geval. Met te laat komen, ben je wel eens iemand die ja, ik ben wel eens te laat gekomen in mijn leven, ja. Dus ja, dat is wel een van mijn mindere punten, moet ik zeggen. Ik snap het ook niet. Vaak is het, zelfs ook als je nog gewoon ruim op tijd opstaat en goed voorbereid bent, dan krijg je het toch nog voor elkaar om te laat van huis te gaan. En met een kleine tegenslag in het verkeer, dan ben je vaak de pineut. Dus, ja. Ja. Wat voor muziek luister je eigenlijk? Zet eens even wat op. Kun je wat opzetten? Even kijken, ik kan wat opzetten. Veel genoten, maar ook heel veel gehuild. Dus dat? Oké. Okay. Maar dat zal me echt nooit spijten. We gingen wel eens door, de nachten waren lang. Dan viel je zo je bed in. Geen cent op zak, geen kruimel meer in huis. Maar toch bleef je maar lagen. Meer heb ik niet nodig. Wat zit in dat tasje dan? Deeltje, ja? Kremmetje, ja. Klein dingetjes. En alles hebben we gewoon in de kast daar. Ja, maar allemaal voetbalspullen en zo, dat hebben we gewoon altijd hier op de club in de kleedkamer gewoon. Mensen gaan met hun koffer of zo. Nou, succes! Thanks. Ja toch? Ik zie je zo gewoon. Rustig gaan. Ja, we gaan je aanpakken, vriend. Prime Vlogs! Jawel, jawel, jawel mensen, hier zijn we weer! Ik zit hier met de heren. Ik had jullie al verteld, vandaag komt er iets echt tofs aan. Stel jezelf even voor, zou ik zeggen. Ik ben Rick, ik ben van VIP en we hebben een mooie babybal gemaakt voor Elk Kind en Bal. Supermooi project en ja, vandaag gaan we dat supermooi aftrappen natuurlijk. Ik ben Jermaine, voorzitter van Elk Kind en Bal en goede vriend van Ricardo, dus heel erg leuk om dit te doen. Wat is een beetje de bedoeling? Wat gaan we doen? Ja, buiten staan we een mooi busje, staat er klaar. Vol met ballen, nu nog in de doos. Die gaan we zo allemaal eruit halen. En we gaan natuurlijk die auto's verspullen. Dus kijk hoeveel erin gaan, we zijn heel benieuwd. We hebben bijna 1000 ballen bij ons, dus ik hoop dat gaat lukken. Ja. Wat verwacht je dat zijn reactie is, Jermaine? Ik ben echt benieuwd. Ricardo is best wel serieus, weet je. Ja, dus ik ben echt benieuwd hoe zijn emotie gaat zijn. Maar je zijn net VIP, wat is dat voor organisatie? Ja, wij zijn VIP, we zijn een babygiftmerk eigenlijk, Very Important Baby. Dus ontstond op een gegeven moment het idee met Jermaine. Elk kind een bal, nou ja, ze hadden geen babybal, ze hadden alleen een volwassen bal. Hartstikke leuk natuurlijk, een supermooi project, supermooie stichting. Voor de baby's was er nog niks. Dus ja, het idee was van, waarom hebben we geen babybal? En zo hebben we dus een speciale Elk Kind en Bal versie gelanceerd. Eigenlijk 1 + 1 = 2. Ja, eigenlijk wel. En na vandaag gaan we die lanceren in het land. Ik ben benieuwd. En het komt op een mooie plek te liggen. Ja. Ja. En Jermaine, waarom kiest Elk Kind en Bal ervoor om juist met VIP? Nou, ik ken Rick natuurlijk al een aantal jaar. Ja, we hebben heel veel gesprekken gehad. En op een gegeven moment zeiden we van laten we dat samenbrengen om een babybal te ontwikkelen. Dat hadden we nog niet. En hoe mooi is het dat we straks letterlijk elk kind, dus ook de baby in beweging kunnen brengen. Dat ze al op zo'n jonge leeftijd al verliefd worden op de bal. Ja. Ja, mooie kant of niet. Dat is gewoon, denk ik, waar we voor Elk Kind en Bal voor staan. En straks kunnen we dus ook kinderen in kansarme landen, gewoon babytjes, al gelijk een bal geven. Dat wil je nog meer. Ja, super initiatief. Hij is nog aan het trainen. We gaan snel die auto, denk ik, vullen. Gaan we doen. En dan gaan we wachten op zijn reactie. Top. Ja, toch? Leuk. Tot straks. Ondertussen gaan we eventjes naar Ricardo kijken, jongens. Ja. Goeiedag, meneer. Geen goeiedag. Hey! Je kan zwaaien wat je wil, Ricardo. Ik hoor dat je het ook nog gaat zwaaien, vriend. Zijn ze klaar? Ja. Is dat nou profvoetballer zijn? Ga even een beetje een balletje trappen. Ik voor hem hier. Maar dit is echt gewoon standaard. Dit is gewoon standaard dit, hè? Wat? Gewoon altijd als laatste, man. Het is gewoon standaard. Ja, gewoon rustig aan toch. We hebben geen haast, dus... Ja, nee, wij wel. Ja, jullie wel. Maar jullie moeten met mij mee, dus je hebt geen keuze. Hoe was het? Ja, ik kan het beter aan jou vragen. Ja, goed. Ja? Ja, het is eindelijk een beetje goed weer natuurlijk. Dus ja, prima training, rustig aan. Morgen oefenwedstrijdje. Dus spelen we hier zo tegen Malmoe, het Zweden. Heeft ze later niet Brahim is daar niet voetbal? Ja. Ja. Ja, die heeft daar gevoetbald. Heb je ook zijn boek gelezen? Nee. Ik heb hem wel, maar niet gelezen. Ik koop boeken, maar ik lees ze niet. Krijg je ook warm eten? Ja, ik heb net toevallig wel iets gegeten wat jullie ook gaan eten. Wat dan? Pasta met kip. En iets met kwark of zo. Dat kan. Ja, dan waarschijnlijk staat het er wel. Ik ben ja, en een wrap met kip. Okay. En gewoon halal, hè? Ja? Ja, gewoon halal. Oké. Okay. Ja, is... Of eet Adam stiekem... Nee, nee, zij eet ook halal. Varkensvlees. Nee, nee, nee. Nee, dat denk ik niet. Fijn dat ze daar rekening mee houden. Dus, ja, toch? Ja, top. Hey, en dit zijn AZ-ballen. Dit zijn AZ-ballen, je ziet het. Zijn dit goede ballen dan? Ja, top. Gewoon double stars. Hier hebben we wel veel van. Ja. Ja, moet ook wel toch. Hoeveel zitten er hier ongeveer in? Dit zijn 20. En daar hebben we nog een ding. Dat is 40. 40 ballen. Zouden ze denk ik in je auto passen allemaal? Ja, ik denk het wel. Ja? Ja. Nee, je zat. Sorry. Ja, met stoelen erbij en alles? Ja, dat past wel. Oké, okay, maar wat ga je nu dan aan? Naar binnen. Dat is goed. Dat is een mooie shot. Dat is goed altijd zo. Ja, ik kom 12:30, dus ik ben 12:45. Rustig aan, rustig aan. Wij vermaken ons wel. Hoi hoi. Brahim, hoe vond je het gaan? Ja, om heel eerlijk te zijn, ja, het was een moeizame samenspel. Je moest toch met elkaar moet je dit toch voor elkaar krijgen. En ja, je moet toch functioneren als team, hè? Om samen een doel te bereiken. En ik denk dat dat vandaag ja, prima is gelukt. Ja, we hebben de tegenstander eigenlijk ja, verrast. Ik denk niet dat hij wist wat onze tactiek zou zijn. En we hebben er hard voor gewerkt. We moesten, als team moesten we echt ja, functioneren en samen een saamhorigheid creëren met elkaar. Dus wat dat betreft zijn we denk ik zeer tevreden. En ik denk voor de volgende wedstrijd ja, moeten we toch nog iets strakker krijgen allemaal. Maar het is duidelijk dat de tegenstander verslagen is vandaag. En nou, jullie hebben eigenlijk kunnen kijken. En ik heb de beelden zelf nog niet teruggezien. Dus dat ga ik denk ik zo ook nog even doen. Prime Vlogs! Het leuke van ondernemen is gewoon... Moet je nog een boekje lezen? Kijk hem dan. Jongen, er is hier nog geen ruimte meer over. Weet je wat ik me afvraag? Hoeveel van deze eieren zou er in zo'n busje moeten? Sowieso meer dan 1000. Ja? Ja, daar gaan we heel veel in, hè? Vriend, ik sta je echt, hè? Ik ga je echt slaan, joh. Ik ga je echt slaan. We moeten een beetje de mensen van mij komen. Weet je waar ik nog echt het meest van schrok? Ik dacht van, hij gaat gewoon echt kapot op mij. Toen dacht ik van, oké, gelukkig is gekookt. Ja, wat een hond. We hebben lekker gegeten. Hè? Ja, zit goed vol, vriend. Oké, maar hoe gaan we het nu aanpakken? Nu alles is in principe gereed. Ricardo kan echt letterlijk ieder moment komen. Ah, nu eventjes nog even kort nabespreken hoe de training is gegaan. En dan van daaruit gaan we naar Big Moment. Rico, camera. Ja? Kom maar. Goed, dat we gaan trouwen. Maar, zo, gaat een beetje verkeerd. 1 uur. Ja, prima. Prima dag, hè? Waarvan je 2,5 uur hebt gegeten. Volgens mij dan, als je nu naar huis gaat, dan kan je best wel ook wel slapen, zeg maar. Zeker, ja. Je hebt absoluut wel tijd voor een middagdutje. Doe je dat ook? Heel soms, heel soms. Soms hebben we ook wel 2 trainingen gewoon hier zo, zeg maar. Ja. En dan zijn we wel wat later klaar. Maar ja, als een dag als vandaag, 1 training. We trainen ook ietsje eerder natuurlijk. 10:30 in plaats van 11 uur. Ja, dat maakt wel dat je best wel vroeg wakker bent. Zo ja, dat is wel echt vroeg. Ja man. Deze man, even serieus. Ga weg, joh. Hij is helemaal vol. Rot ophouden. Nee, joh. Nee, joh, broer. Maar hoe heb je in mijn auto ingezet, hè? Hoe ben je in mijn auto? Ja, daar ben ik Marokkaan voor, vrienden. Ik kan Marokkaan mijn anti overlaten. Maar het was een Nederlanders idee. Nee, joh. Wauw. Ja. Bij mij thuis. Nee joh. Zo, jullie zijn heel eng. Jullie zijn echt eng. Zo, dat is helemaal vol, broer. Ja, nee. Shit. Ja, ik moet zeggen, ja, dit is wel echt erg. Dit is echt erg. Ja, ik zeg eerlijk. Hoeveel zijn het er? Om en nabij. Hoeveel denk je? Ja, dit formaat. 200? 200? 150? 150? Denk ik. Dat is te veel. Ja, die past alleen in je zak, hè? Dat was maar 150, denk ik, de eigenaar. Hoeveel zijn het er? 1000, man. Nee, 1000? Ja, broer. Hij zit helemaal vol, hè? Nee, joh. Ja. Dus soms als je eruit stapt, moet je even goed kijken waar een bal ligt. Ja. Maar gewoon een reserveslid bij mij thuis meegenomen. Ja, broer. Ja. Vanochtend was je niet scherp dan? Nee, man. Hè? Nee, man. Weet je wie mee zit in een complot? Nou? Je moeder. Zo. Nee, joh. En je zus. Ja? Maar was die split bij mij thuis, of niet? Ja. Jawel. Kijk. Helemaal gestoord. Jermaine is alleen voor baby's, hè? Ja, ziek. Nou, succes, we gaan er vandoor. Ja, is goed. Jullie gaan met... Ja. Kijk dit dan, broer. Ja. Sta je dan, broer? Hoeveel denken jullie dat erin zitten dan? We zijn 5 barkie, 4 barkie. Oké, hij zei 150. Ja, ik dacht 150, maar dat is veel te weinig. Dat is veel te weinig. Wat denk jij dan? Wat zeg jij? Ik zeg 54. Ja, dat vind ik niet zo. Nee. Ik zeg 273. 1000 man. Zijn er 1000? Ja man. Ziek hè? Maar het is geen open Astra, boys. Ja, dit is een mooie auto, ja, hè? Daarom ging je ook zo snel naar binnen. Ja. 5 minuten daar gelijk weg, hè? Dames en heren, willen jullie ook kans maken op zo'n gesigneerde bal? Wat voor actie gaan we eraan koppelen? Wat moeten de mensen doen? Onze Instagram? Instagram? Nou, dat is... Link in de beschrijving. Jouw kanaal natuurlijk. En VIP vind ik ook wel. Ja, ook zeker. En Elk Kind en Bal. En Elk Kind en Bal. Okay. Dus dat zijn heel wat acties, maar krijg je er wel iets leuks voor terug. Ja, toch? Ja, zeker. Absoluut. Ik vind nog niet zo lelijk te kijken. Opperste concentratie. Leuk. Oh, nummer 34. Ja, man. Oh, toepasselijk. Mooi, man. Ja, zeker. Nou, Ricardo. Nou, hebben we... ik vond het echt oprecht. Het was de hele dag liggen wij gewoon in de deuk. Hè? Ja. Hey, mensen. Echt super bedankt voor het kijken. Wil je nog een keer zo'n video zien? Laat het even weten. Ricardo, super bedankt. Ja, jij ook, man. En ja, leuk. Zoals we altijd eindigen, alleen maar liefde, man. Ja, toch? Top, vergeet zeker. Niet te delen, vergeet niet te abonneren. En vergeet niet op belletje te drukken. Yes, alleen maar liefde. Arrivederci. Leuk, man.